Tom, als het aan de KNVB ligt, hebben we volgend jaar als eerste land in Europa een videoscheidsrechter. Nou ja, dat is in ieder geval hartstikke mooi als eerste land in Europa. Wat mij betreft had hij er al veel eerder mogen zijn. We kunnen al tientallen jaren mensen op de maan neerzetten. En wij zijn nog steeds niet in staat om te zien of een penalty ja of nee, of een swalbe ja of nee, juist beoordeeld wordt. In bijna alle grote sporten in de wereld bestaat dit al. Hockey en tennis, in het hockey dus, in het American football, in het rugby. Dat bestaat allemaal allang. En het voetbal loopt daar achteraan. Het voetbal is wel een beetje conservatief hierin. Maar Mario, de charme van het voetbal is toch ook dat er foute beslissingen worden gemaakt door mensen zoals jij? Ja, ik vind dat geen charme. Lekker hele onterechte penalty. Ja, dat is voetbal. Nou, voor mij is dat geen voetbal. Voetbal hoort nostalgie te hebben. Voetbal hoort oude waarden te hebben. Maar voetbal hoort ook met zijn tijd mee te gaan. Moet je denken aan 5 jaar geleden. De wedstrijd Frankrijk tegen Ierland. Frankrijk ging verder dankzij een handsbal van Thierry Henry in de laatste minuut. Ging verder naar het WK in Zuid-Afrika. Ierland bleef thuis. Denk je dat Ierland dan gaat denken, goh, dat is toch de charme van het voetbal? Nou ja, er zijn altijd beroemde momenten die je niet had kunnen voorkomen. Ik was heel klein toen het beroemde doelpunt bij Engeland-Duitsland in 66 viel. Dat is nog niet bewezen, geloof ik, of hij wel of niet zat. Maar goed, denk aan een WK geleden dat Engeland een prachtig doelpunt maakte tegen, ik geloof, tegen Duitsland. Iedereen hem zag achter de goal. Die scheidsrechters hebben natuurlijk een behoorlijk ego. Die worden een soort robot met een oortje in, hè? Ja, denk je dat? Dat het robot... Ik denk niet dat scheidsrechters dat met zich laten doen. Nee, de scheidsrechters in Nederland die zijn hier heel erg blij mee. Dat zijn geen robots. Die willen alleen maar dat ze hulp krijgen, dat ze steun krijgen. Via de televisie krijgen we eigenlijk al die beelden al. Dus iedereen weet het al. Ik merk ook in een stadion als er iets dubieus is. Half Nederland appt even naar huis. Was hij terecht of niet? Kijk dan het berichtje terug. En wij zeggen nog, in het stadion mag je het niet laten zien. Is een illusie dat je dat buiten boord kan houden. Die beelden zijn er, de techniek is er. Dus omarm het.